Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe Werkse. En ook vandaag heb ik een paar bijzondere, leuke onderwerpen. Ga je mee? Wanneer maakt een robot een robot? Ja, als je tegen mij zegt robotisering, is dat vooral een veranderende markt. Kijk, in de samenleving zijn we nog niet zo erg gewend om met robots om te gaan. Alleen het is een enorme stroom die echt op de gang is en wij verwachten wel dat dat over 5 jaar anders uitziet. Wat denkt u? Zorgt inderdaad voor een betere kwaliteit van leven? Het is toch een ontwikkeling die heel snel doorzet. Ja. Zijn er dan specifieke banen die bijvoorbeeld wegvallen door robotisering? En welke specifieke banen dat zijn, dat is natuurlijk nog altijd afwachten. Maar je merkt door robotisering in de zorg bijvoorbeeld, zie je toch al dat zwaardere taken worden overgenomen. De zorg is natuurlijk een sector waar heel veel uren gemaakt worden met taken die ze moeten doen. Ja, dus het sociale vlak van de zorg is ver te zoeken. Nou, als we dan dat door robots laten doen, hebben we daardoor ook weer een betere zorg. Is someone listening? Sit down. Okay. Do you want me to sit? Yes. Okay, give me a second. Let me tell you the story of that guy. En wat kan zo'n robot eigenlijk allemaal doen? Je kunt gewoon met hem praten. Dus als je zegt van hello, how are you? Dan zegt hij iets terug en dan reageert hij op. En je kunt ook zeggen van play ball en dan gaat hij voetballen en dan vraagt hij om een bal en dan pakt hij die bal vast en dan gooit hij hem en dan gaat hij hem zoeken en dan trapt hij dat tegen. Dus dat, echt een soort extra vriend eigenlijk. Ja, het is, Maar als je aan zo'n robot nou vraagt hoe voel je je, wat doet hij dan? Dan zal hij een antwoord teruggeven. Ja. Oh, okay. Stand up. Do you want me to stand up? Yes. Hij wordt nu al gebruikt in de ouderenzorg om eenzaamheid tegen te gaan. En even voor je gevoel. Er is al een Nederlands detacheringsbureau die 7 van deze robots heeft gedetacheerd in de zorg. Wat betekent robotisering voor AB Werkt? Ja, als je robots hebt in de agrarische sector, heb je ook mensen nodig die robots uiteindelijk toch moeten bedienen. Of in ieder geval moeten repareren. Of... Ja, precies. En dus, komen eigenlijk ook weer andere soort banen erbij. Ja, andere soort banen komen er gewoon bij. Ik sta hier vandaag met Ton en Ton is preventieadviseur en ik ben eigenlijk heel benieuwd wat dat nou precies inhoudt. Ik ben preventieadviseur van STIGAS en STIGAS staat voor Stichting Gezondheidszorg, Agrarische Sectoren en Groene Sectoren. En wij dragen eigenlijk de gezondheid, veiligheid en duurzame inzetbaarheid uit naar de klanten. En als je op locatie gaat werken of voor het eerst eigenlijk ergens gaat werken, zijn er dan bepaalde dingen waar je op moet letten? Ja, de werknemers moeten natuurlijk geïnstrueerd zijn in het werk. Dus ze moeten, als het goed is, een werkinstructie hebben gekregen of waar een werk uit bestaat, zal ik maar zeggen. De taken die ze moeten doen, dat ze dat hun dat bekend is en de risico's die daaraan verbonden zijn, dat ze die weten. Ja. We staan hier natuurlijk nu ook op een locatie en er zijn daarachter mensen ook aan het werk. Wat zijn dan de eerste dingen die je opvallen? We kijken natuurlijk dan in de breedste zin van het woord. We kijken dan naar hoe ze het werk doen. Wat voor hulpmiddelen dat ze bij zich hebben. Wat voor gereedschap. Dan kijken we natuurlijk of dat verantwoord gereedschap is, of dat veilig is. En ook naar de persoonlijke beschermingsmiddelen die ze moeten dragen bij bepaalde werkzaamheden. Precies. Want wij proberen natuurlijk de werkgevers en de werknemers te motiveren om juist zo veilig mogelijk ook voor hunzelf de werkzaamheden uit te voeren. En dat dragen wij dan ook, daar geven we dan advies in. En dat kan schriftelijk, maar dat kan ook via een mondeling of via een voorlichting. Om juist hun alert te maken om daar zelf verantwoordelijk mee om te gaan. Ik kom ook overal. En hoewel ik hier een beetje in de middle of nowhere ben, ben ik wel in de middel van een fantastisch project. Namelijk het Grens Maas project. Hoe gaat die grindwinning precies in zijn werk? Nou, die grindwinning komt er eigenlijk op neer dat we eerst de bovenste laag, de deklaag, weghalen. Dat is een meter of twee grond. Die zetten we in depot. Vervolgens kom je dan meteen op de grindlaag. Die halen we met kranen, zoals je hier op de achtergrond ziet,
lepelen we die op. Ja. Daar vullen we de dumpers en de trucks mee. En als het grind uit de bodem is, dan vullen we het gat dat zo is ontstaan meteen weer aan met de dekgrond die we voorheen hebben weggehaald. Hoe lang werk je hier al? 2,5 tot 3 jaar ongeveer. En heb je ook meerdere collega's van AB Werk die hier ook Ja, hier lopen inderdaad meerdere collega's rond. Zo uit mijn hoofd loop ik een stuk of 4. Het project Grensmaas is het grootste rivierbeveiligingsproject van Nederland. In 1993 en 1995 zijn de dorpen hier langs de Maas vrijwel allemaal overstroomd. We geven nu de rivier veel meer ruimte, zodat het risico op een nieuwe overstroming veel kleiner wordt. Ja. De tweede doelstelling is dat we langs de Maas voor 1000 hectare nieuwe natuur zorgen. En beide doelstellingen die worden betaald met de winning van 54 miljoen ton zand en grind. Wat zijn jullie hier nu precies aan het doen? Hier komt in de toekomst een visvijver en die gaat eigenlijk de oude visvijver van Itteren gaat die vervangen. Dus die is komen te vervallen en hier wordt een nieuwe verwezenlijkt. Nu halen jullie volgens mij de eerste laag weg, heb ja. ik begrepen? Ja, de eerste laag is eigenlijk de dekgrondberging, dat wil zeggen de grond op de grind, ja. die wordt afgevoerd. Hieronder zit dan de grind en die wordt weer gewonnen om voor te kunnen verkopen. En dan wordt die naderhand wordt die weer afgewerkt met grond. Okay. En dan praat je over een diepte van misschien 5, 6, misschien nog meer meters. Dus wij staan nu midden in een vijver eigenlijk? Wij staan eigenlijk midden in een vijver, ja. In de toekomst sta je met je voet in het water. Oké. Okay. Leuk dat je weer gekeken hebt. En wil je nou meer weten of ben je op zoek naar een baan? Ga dan snel naar onze website www.ab-werkt.nl. Ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt.